De Gerwenaar Piet Royakkers heeft als profielrenner van de groep Skill meegereden in de afgelopen Tour de France. Helaas is hij door een valpartij vroegtijdig uitgevallen. Een paar dagen na zijn terugkomst in Gerwen organiseerde zijn fanclub een klein feestje. Met en voor hem op de dag dat de Van Toe werd beklommen. Piet, nou zit je hier. Een jongensdroom en duigen gevallen? Ik had er graag nog gereden, ja. Maar hoe voel je je nu? Nou, het gaat wel beter. Na 2 weken dan zit er altijd wel wat verbetering in. Dan gaan die kleine dingen die oplopen bij een valpartij, die zijn al wel weg. Dan blijven alleen de grote dingen over. Je zit hier natuurlijk met gemengde gevoelens. Want het is hartstikke leuk dat er dadelijk een aantal opkomen dagen. Maar de aanleiding was natuurlijk wat minder. Kun je vertellen wat er precies gebeurd is op de vierde? Nou, ik denk dat we gewoon in de ploegentijd dat hij allemaal vrij kort op elkaar. En dan verwacht je allemaal dat iedereen goed door de bocht gaat. En ja, vertrouw je een beetje op je ploegmaat. En we gingen iets hard de bocht in. Waardoor dat er ook eentje uitvliegt en eentje te hard remt. En dan, omdat je zo kort op elkaar zit, heb je weinig uitwijkmogelijkheden. En dan kwam gewoon een beetje ongelukkig neer. En dan lig je en wat gaat er dan door je heen? Of was je verdoofd en denk je van, nou, ik zie wel hoe het afloopt? Nee, dan heb je verder niks te bestellen. Hoor. Dan hoef je niet te denken aan die wedstrijd of zo meer. Dan zou mijn kleinere valpartij misschien zo zijn. Maar dit was verder weinig plaats voor iets anders. Je hebt al het een en ander meegemaakt, heb ik begrepen uit de pers aan blessures. Is dit het toppunt wat je nou meegemaakt hebt? Want ik las over een knieblessure, een scheenbeenbreuk, ribbenbreuk. Ja, die normale dingen horen er eigenlijk wel een beetje bij het fietsen, dat je een rib breekt of zoiets dergelijks. Maar ik denk dat het been toch iets erger was, omdat je er ook mee moet fietsen en mee lopen en zo. En dat je daar ook nog langer mee moet revalideren. En ik denk dat dit toch iets sneller gaat naar de rand. Als het gips af is. Dit is een dieptepunt, maar je hebt tot nu toe natuurlijk ook in je profcarrière al hoogtepunten gehad. En daarvoor denk ik ook. Kun je er een paar noemen? Ja, hoogtepunten bij de profs heb ik nog niet zo heel veel gehad. Wel mooie wedstrijden gereden en zo en mooie dingen. Vorig jaar konden we 1 koers winnen. Dat was een ploegentijdrit, toevalligerwijs. En dat was eigenlijk wel mooi. Dat was onze, dat was ook een gezamenlijke overwinning. Dus dat is dan eigenlijk wel mooi. Voor de rest... Ja, voor de Tour was ik nog derde in de proloog in de Ster Electro Tour. En er waren echt hele goede renners die meededen. Dus ieder jaar zijn er wel een paar wedstrijden waar ik goed rijd. Dus, ja. Maar Olympias Tour was toch ook een overwinning van dit? Dat is dan bij de amateurs. En als je dan bij de profs een paar jaar zit, dan ben je al snel vergeten. Dan is er weer een nieuwe start en moet je weer opnieuw iets proberen te winnen. Telt niet meer mee voor je profcarrière? Ja, het zijn wel mooie overwinningen en daardoor ben ik wel prof kunnen worden, maar het zegt niks naar de hand. Ja, het blijven mooie overwinningen natuurlijk, maar als je dan weet dat er nog een hele klasse boven zit, dan leer je dan wel iets terugkijken. De revalidatieproces, hoe lang denk je dat in beslag gaat nemen als alles een beetje mee zit? Ja, dan moet half september moet ik weer gewoon kunnen rijden dan. Gewoon kunnen rijden weer? Half augustus moet ik een beetje kunnen fietsen en half september moet alles weer fatsoenlijk doen. Net als mijn vingers en zo doen het nog niet zo goed en dan moet het dan weer doen. Staat er alweer wat op de rit dan voor half september aan wedstrijden of zo? Nee, dat zal niet meer erin zitten dit jaar. Ik heb begrepen dat vlak voor de Tour een fanclub voor jou opgericht is. Hoe vind je dat? Ja, dat is hartstikke mooi. Ik had het al een keer over in de Amsterdam Gold Race. Heb ik een lange tijd vooruit gereden, een prijs gewonnen en toen zei ze al hier van, oh, heb ik een fanclub en er is 2 jaar er niks van gekomen en toen naar de Tour moesten die maar snel komen, vonden ze. Ik begreep dat er in Limburg ook een fanclubje van je zat en die hebben zich nou ook aangesloten en worden hier ook allemaal lid. Dat was mijn wilde fanclub, ja. Die hadden al meteen een spandoek en die kende ik ook en die waren al vrij fanatiek in Limburgse koersen en die denken van, sluit ons hierbij aan en dat spandoek, daar zal er nog steeds wel iedere Limburgse koers staan. Hoor. Oké, dankjewel.